beginnen? Hoi. Hi. Hoi. Mijn vraag voor u is... Hey, volgende. In Ask the Pro stellen de teams van de toekomst de meest uiteenlopende vragen aan een speler van Ajax 1. Onze vraag toch? Moet je dan ook zeggen, Brobby, wat doe jij het liefst in je vrije tijd? Ja. In deze aflevering is het de beurt aan onder 10. Oké. Hoi. Wat? Zij komen alles te weten over Brian Brobby. Dan kan ik het gewoon terugkijken. Hallo? Hallo? Hoi Brian, waar trainde jij vaak op toen je in de onderbouw speelde? Groetjes, Reza. Goedemiddag, Reza. Waar ik vaak op trainde, dat was toch wel het wegdraaien, denk ik. Ja, ja, in de F1. Bij mijn oude trainer, Dennis Daan. Ja, maar daar was ook heel veel techniek training. Maar ja, wegdraaien, denk ik. Het moet wel een van die wapens zijn, denk ik. Ja. Dat je weg kan draaien van je tegenstanders. Gelijk. Het goal zien, net als tegen Go Ahead, maar ja, alleen moest ik hem afmaken. Ja. Robbie probeert weg te draaien, lukt hem ook en daar is de volgende kans, de beste kans eigenlijk van de wedstrijd voor Robbie. Hoi, ik heet Bilal. Mijn vraag is aan Brian, hoe heb je je jeugdopleiding ervaren? Ja, hele goede vraag. Hoe ik het heb ervaren. Nou, dat is heel gezellig. Samen met mijn vrienden. Gravenberg en Taylor. Gravenberg hier krijgt de bal van Brobby, geeft hem terug. En die kopt hem prima binnen. Prima, Brian. Goed bal, jongens. Timber, tweeling, Timbers. Dus ja, het was heel gezellig. Heel veel geleerd. Het zijn ook mijn broeders geworden, dus ja. Vooral veel plezier gehad in de jeugd. We waren wel rustige jongens, maar wel gezellig. Dus, ja. Echt rustig jongens, ja? Ja, ik tenminste wel. Ik tenminste wel. Ja. Die andere? Ook. Ook. Mooi om te zien. Allemaal voor de fans. Ja. Ja, hoe is het om dan inderdaad met je vrienden gewoon te doen wat je het liefste doet? Ja, natuurlijk leuk. Dat je natuurlijk met hun in Ajax 1 kan spelen. Dat we het ver hebben geschoppen. Dus ja, allemaal goed voor ons, ja. Ben je trots op ze? Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Wat voor advies zou je kunnen geven aan de jongere talenten die ook profvoetballer willen worden? Stay focused, blijf je best doen op school. Dat is ook belangrijk, luister veel naar je ouders en de omgeving dichtbij. Morgen? Dag Brobby, onze vraag voor u is, wat is uw mooiste doelpunt in uw carrière en waarom? Ja, dat was het. Ja? Ik denk tegen Lille. Tegen Lille. Kwam ik erin, scoorde ik volgens mij de winnende. Dus ja, daar ben je natuurlijk blij. Nog jong ben je daar, dus ja, ik denk tegen Lille. Nou, Brobby! Ja, 2-1 voor Ajax, wat dat nog! Brobby! Vanaf het moment dat je kwam invallen en dat je dan het doelpuntje kan meepikken, ja. Dat was een hele mooi moment. En ja, dat moment ging ik volgens mij ook weg bij Ajax. Dus dat maakte het nog mooier. Ja. Mooi afscheidscadeau. Ja. Als je dat zo moet doen, ja. Hoe zou jij het willen noemen? Ik zou het niet weten. Moet dit ook zo? Zo. Hoi Brobby, wat doe jij het liefst in je vrije tijd? Groetjes aan jou. Wat ik het liefst in mijn vrije tijd doe, ik zeg je eerlijk, ik doe niet zoveel. Ik ben altijd lekker thuis. Ja, ik doe niet zoveel. Nee. Soms de stad in. Maar voor de rest doe ik niet zoveel. Ik ben heel saai, dus. Ja. Nou, normaal na training doe ik altijd een powernappie.
En dan, nou ja, ben ik op mijn telefoon, TikTok, Netflix, ja. Voor de rest doe ik niet zoveel. En hoe lang duurt een power-nap bij jou? Soms wel een uurtje. Lekker. Soms slaap ik gewoon door tot ik gewoon wakker word. Ja. Eigenlijk niet goed, maar ik doe het toch. Zoals ze dat niet adviseren om te doen, weet je. Maar als je hard getraind hebt, dan kan je ook wel. Dan mag het wel, dan mag het wel. Heb je het verdiend? Klopt. Brian Brobby, wat is het geheim achter uw spieren bovenbenen? Dat hoor je vaker, denk ik. Hè? Ja, eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik ben altijd al zo gebouwd, dus ik moest er niet echt iets voor doen. Dus ik doe alleen mijn oefeningen voor mijn knieën, voor de rest ook. Dat doe ik niet meer gewoon. Wat kan ik doen in de spits om net zoals jou het verschil te maken bij een wedstrijd? Ja. Ik denk geduldig zijn in de wedstrijd, goed positie kiezen voor de goal, afwisselen, eerste paal, tweede paal. Maar vaak moet je tweede paal komen, daar komen die ballen echt vaak. Dus, yeah. En nu zit Van Gassel mis en scoort Brobby. En hard werken. Yeah. Dat joh. Hey Brian, hoe hebben je ouders je gesteund in je voetbalcarrière? Groetjes van Lee J. Ik denk wel veel. Mijn vader was altijd met me. Toen ik bij Ajax was, sinds de jeugd F1, bracht hij me naar Ajax. Ik kwam ook altijd kijken. Mijn moeder, die durft niet echt naar voetbal te kijken. En dan krijgt ze een beetje stress, maar ik denk dat ze me veel hebben gesteund. Dus, daar ben ik ook blij om. Ja, komt je moeder nooit kijken dus? Nee, ze kijkt ook niet op tv. Nee. Ze vindt niet leuk om te zien. Maar ze wil wel weten hoe je het gedaan hebt. Hoe het is gegaan. Uiteindelijk wel, ja. Achteraf, ja, wanneer ik thuis ben. Ja. En ik heb ook broers natuurlijk. Ja. Die spelen zelf ook voetbal, dus ja. Ze kreeg van alle kanten te horen hoe je het moest doen. Ja, klopt. Weet je er ook wel eens moe van, of is het... Zeker. Soms is het niet leuk, hè. Maar ja, hoort erbij. Hoe kan ik de nul houden tegen gevaarlijke spitsen als u? Ik denk dat je dit beter aan Pasveer kan vragen. Of Stekelenburg of Roelie. Ik zal het eerlijk gezegd niet weten, weet je. Ik denk dat je gewoon de bal moet pakken. En voor de rest, weet ik het niet. Ja. Wie van die keepers vind jij het moeilijkst om tegen te scoren? Roelie, Pasveer of Stekelenburg? Ik denk misschien wel Steekie. Ja? Ja, hij is wel oud, maar dat is goed hoor. Soms van die mooie reflexen altijd. Ja. Topsteekje, ja. Ja, mooi. Hey, man. Hey. Hoi, Brian Brobby. Ik ben Fedion. En naar welke spits je kijk je? Wacht, in welke... hallo, Brian Brobby. Ik ben Fedion. En naar welke spitsen in Europa kijk je het meest? Hoi, Fabian. Ik kijk naar Benzema, Lukaku, Suarez. Maar die is een beetje oud geworden. Dus soms kijk ik YouTube-video's hoe ze bewegen ten opzichte van verdedigers. Dus ik zou je aanraden om dat ook te doen. Ja. Hoi Brobby, mijn vraag is aan u. Waarom doet u uw sokken en uw scheenbescherming zo laag? De groetjes van mij. Mooie vraag, waarom ik dat doe. Je let overal op, hè? Ja. Omdat die sokken te strak zitten, meestal bij Ajax. Daarom knip ik ze. Dat geeft me een beetje vrijheid in mijn kuiten, dus vandaar. En zou je het liefst zonder schermen spelen of zo klein mogelijk? Zo klein mogelijk. En dat zijn mijn ook, dus yeah. Dag Brobby, ik ben Salahuddin. Wat waren uw beste momenten voor Ajax? Dat ik kampioen ben geworden eigenlijk. Twee keer dat de trainer mijn debuut heeft gegeven, Erik. En de rebound is daar Brobby. En zoals zo vaak scoort de man die zijn debuut maakt. En in dit geval is dat Brian Brobby, 3-1 voor Ajax. En dat ik ook in de bekerfinale mocht starten tegen PSV. Uiteindelijk verloren, maar toch een hele mooie ervaring.
dit jaar tijd voor revanche dan tegen PSV. Klopt. Ja. Zit je al af te tellen? Ja, 30 april. Hè? Zeker. Wie wil je altijd in je team hebben op training? Ja! Die ik altijd in mijn team wil hebben op training, denk ik Kenneth Taylor. Die begrijpt me het beste, dus Kenneth Taylor. Ja, niet Zekerburg als keeper? Ook, maar Kenneth Taylor. Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Ja, heel leuk om vragen te antwoorden, dus blijf jullie best doen. Komt het allemaal goed.